Jullie denken waarschijnlijk, Kate, wat zie je eruit? I know, maar dat wordt de video van vandaag. Ik ga mezelf klaarmaken samen met jullie. Ik heb mijn haar een beetje gekamd, puur omdat ik al gegeten heb. Maar ik heb zeg maar mijn jogging aan en een t-shirt aan. Dus ik heb geen mooie kleren aan. Maar vandaag ga ik me klaarmaken met jullie. I don't know why, maar ik moet me klaarmaken en ik moet nog een video maken, want ik wil toch video's gaan maken. Oh my fucking god. Oké, ik weet, dit is altijd het resultaat uit een fucking care. Het wordt een heel rare video. Maar die enige reden waarom ik oh my fucking god zei, is omdat mijn intro gewoon echt slecht was. Ik deed zo. Dus sorry daarvoor. Maar nu is er een stukje uit de video. Ik kan filmen omdat ik allemaal onzin praat. Okay. We gaan beginnen met mijn gezicht. Mijn tandenpoetsen ga ik nu als laatste doen. Ik ga dat niet doen op video. Puur omdat dat. Want ik film nu met mijn laptop, omdat dit momenteel mijn telefoon is. Ik krijg een nieuwe. Maar dit is zeg maar nu de toestand. Dus daarmee filmen is zeg maar niet echt goed, want. Dit is zeg maar mijn camera en die is helemaal wazig en zo. Dus daarom dit. Iets minder kwaliteit. I'm sorry. Maar deal with it. En we gaan beginnen met mijn haar. Want ik heb nog steeds knopen. Hier van achter. En dat moet ik even kammen. Dus let's go. Ik ga ook heel veel versnellen in deze video. Want anders is het echt een te lang video. Oké, ik praat dus, zeg maar. Maar ik ben eigenlijk aan het zingen met muziek die ik op heb staan. Maar ik zet zeg maar andere muziek er even onder. Omdat anders copyright, you know, niet krijgen in de comments. Ik heb nu even in mijn make-up tas. Ik heb thuis meer make-up, maar dit is zeg maar de make-up die ik uitgevoerd heb. Ook voor kerst, omdat ik ben nu bij mijn papa en ik ga kerst vieren. Dus daarom heb ik ook dit mee, zeg maar. Maar hier zit ook mijn huidverzorging in. Dit is een facial wash. Ik heb deze in New York gekocht. En ik vond deze heel fijn. Ik doe deze op en dan wacht ik even en dan haal ik het er met een nap. Dat doe ik je af. Het is een heel fijne. Het is voor alle skin types. Het is van Soap and Glory. En als ik dat doe, doe ik altijd mijn haar even in de staart. Want ik wil niet dat het in mijn haar komt. En dan doe ik ook een pet op, maar ik heb geen pet mee. Want ik draag geen petten. Oké, ik doe dit dan hier op. Dus dit is ongeveer wat ik gebruik. Het is best wel veel. Maar dit is helemaal wat ik gebruik. Dus, ik pak eigenlijk gewoon een stukje op mijn vinger en dan smeer ik het uit. Het is heel goed voor je huid. Ik doe best wel vaak maskertjes. Dus daarom heb ik ook niet zoveel puistjes. Want er zijn een paar mensen die ik ken en die verzorgen hun huid niet. En die hebben allemaal puisten. Het enige wat ik irritant vind aan mijn huid is mijn ballen. Dus, ik weet niet aan huid is dat ik ballen heb. Maar iedereen heeft zo'n ballen. Het is niet een rare ding of zo dat we hebben. Ik denk dat iedere mens, gewoon iedere aan het mens. In de ochtend denk je van niet aan het mens. Het is ook 2 uur en ik ga me nu klaarmaken en het is vakantie. Maar op school zie ik er meestal niet uit. Weet je wat ik altijd heb? Voor school heb ik meestal geen tijd voor dit, omdat ik veel te laat opstaan. Ja, op school zie ik er meestal niet uit, maar in het weekend ben ik nog een beetje oké. De parfum die ik vandaag ga gebruiken is deze. Dat is van een appeldoosje. Ik heb deze ook in het klein, maar ik heb hem in het groot meegenomen. Spannend, je moet hier op klikken en dan psh, komt het eruit. Bij de andere moet je dit op afhalen in het spuitje. Volgens mij heb ik deze toen gehad in een XXL ding, denk ik.
dit. En ik heb hier een sieradendoosje die ik mee heb genomen. Vooral voor kerst. Maar ik ga hem nu ook gebruiken. Ik ga deze ketting aandoen. Dus deze ketting ga ik aandoen met een klokje en een veertje en een bloem. En schaatsen in mijn oren. Dus ik ga kijken wat ik ga aandoen. Sowieso iets met een trui. Ik heb al besloten welke broek. Deze. Dus gewoon een broek. Ik doe meestal mijn broeken 2 dagen aan. En deze had ik gisteren aan. Dus ik kan deze vandaag ook nog aandoen. Dit is een high-waisted broek. Dus van Endemin. Volgens mij heb ik die in de H&M gekocht. Ik heb laatst een nieuw blouseje gekocht. Deze van de Mango. Deze van de Zara. Wat ik wel doe, anders is die groot. Dit voel ik zeg maar zo naar binnen. En dan heb je ongeveer nog dit van de mouw. Maar anders is die wel te groot. Maar hij is wel super tof. Vind ik zelf. En bij de broek doe ik ook nog deze riem. En dan heb ik mijn outfitie. So let's go. Trouwens, deze ketting ga ik wel uitdoen. Maar deze is van mijn sterrenbeeld. Want er zijn een paar mensen op school die heel vaak vragen wat er nou eigenlijk op die ketting staat. Want ze zien, zien het niet goed. Ik heb deze voor mijn verjaardag gekregen. Ik ben een schorpioen. En ik ben een schorpioen. Wow. Oké, wat er nu nog komt is zeg maar bloopers. Maar ik kan het toch even uitleggen en laten zien hoe het er dan uitziet. Dit heb ik aan. De riem. Het kettingje. De oorbellen. Bloesje. En die schoenen. Het is nu al avond, zoals je ook ziet aan het licht. Het is niet meer zo goed. Het is ook al donker buiten. Maar wat ik daarna nog heb gedaan is, ik heb dit op mijn handen gedaan. Dit is zo'n handwash. Niet zo bijzonder. En dat heb ik eigenlijk gedaan. Mijn haar ziet er ook weer slecht uit. Maar en ik heb deze eraf gehaald. Voor de rest heb ik niks gedaan. Dus kijk naar de bloopers. Dit is een facial wash. Wat? Oh nee, die heb ik wat te maar op school. Like for fucking. Oh, nee, dat is mijn palet. Oh my god, thank god. Maar op school zie ik heel veel mensen met wallen. Of mensen met heel. Wat was ik nou aan het vertellen? En skillen. Skillers, like for real. Skillers. Dat was de video. Ik hoop dat je het leuk vond. Doe een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie later. Mwah!